Uitstappen beide, handen omhoog. Handen omhoog, jij ook, handen omhoog. We zitten er zelf met een Audi achteraan, dus een Audi RS6 in achtervolging van een Audi RS7. Oh, daar rijdt een spookrijder hier. Zo, aanrijding. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5, Elder Speedval en Moor. En vandaag gaan we op pad met deze onopvallende Audi RS6. We luisteren even mee. Een collega vraagt om een assistentie. Collega vraagt om assistentie. Vinewood Hills. Rijdt alsjeblieft Prio 1. Prio 1 melding komt binnen, assistentie bij een ongeval. En we doen zo meteen alles anders, uniform en zo. Ik ga ook iets uitleggen over de uniformen van die collega's, want er is het een en ander veranderd. Maar we hebben nu dus een Prio 1 melding. Dus we gaan meteen naartoe. Rechts vrij. Zo. Lekker weer ook. Ja, stoppen we nog. Achter de taco truck. Even mij gezien. Top die man. Het is de Audi RS6 unmarked, gemaakt door Team MH. Het klinkt niet als een RS6 en hij rijdt niet zo snel als een RS6. Maar hij is zeker vet. Dus een shout-out naar Team MH, Aalsmeer. Nou, Aalsmeer is er al lang niet meer achter. Het was eerder het MH Aalsmeer. Maar dat is inmiddels Team MH geworden. Je kunt dus ook met je muis sturen, daar kwamen we laatst achter. Als je de muisknop inklikt, zo klik en dan naar links of naar rechts. Oh, yo, dit is gek joh. Maar mijn stuur werd dan helemaal los, dus ik deed dat net mogelijk. Hier is een ongeval gebeurd. Ik ga niet de wegafzetting verzorgen. Ik ga even blauw uitzetten tot die auto voor mij doorrijdt. Ik zet hem even achter de... Hier zo. Ik weet niet of ik nog andere opties heb. Nee, dat is stoppolitie geloof ik. Oké. Goed, wij gaan eens navragen. We moeten dadelijk even om gaan ruilen van uniform. Want dit is natuurlijk niet helemaal onopvallend. Hè. Dat zou een beetje jammer of een beetje raden. Er ligt iemand onder. Oké. Hij niet zijn tuteren. Is hij dood? Die lijkt dood. Ik geloof niet dat het hoort. Hoi collega, collega, hoi, yo. Goedendag meneer. Ik moet bij u zijn geloof ik. Grieks ei toch? T dan. Grieks ei, T. Nee, 5. Hè? Huh? Oh, ik moet eens naar mijn collega. Ik wil net zeggen, het is logisch als je naar een collega gaat. Goedendag collega, Grieks ei, ja. Hey collega, wat is er gebeurd? Hey agent, dank dat je ook bent gekomen. De gast heeft zijn auto over de kop geslagen. Hij zei dat... Ja, maar jongens, het is veel te snel joh, voor als je het moet uitleggen. Oké, nou, de andere is blijkbaar weggereden. Dus ik zeg, au, heb je iets van een signalement of informatie over een mogelijke dader van het andere voertuig? Ik kan het je niet zeggen. Wacht even. Nou, ik moest zorgen dat de ambulance en de takelwagen hier kwam. Misschien kun je bij de ambulance medewerker en het slachtoffer vragen bij de politieauto van mij. Die hebben misschien wel meer info. Oké, bedankt voor je info. Dat is alles wat ik kan vertellen. Maandag uit. Oké, dank je. Goedendag. Hallo. Hey, ik ben van de LSPD. Alles goed met jou? Ja, agent, gelukkig. Ik ben niet gewond geraakt, maar die ja, andere gast... Oké, kun je me vertellen wat is gebeurd? Weet je wat voor een voertuig het was? Het was een Bullet. Was aan het driften in de bocht. Hij was in het midden van de weg. Ik kwam eraan en hij raakte me zoiets.
Heb je de nummerplaat gezien? Ja, dat weet ik zeker. En hij heeft het hele nummerplaat opgeschreven. Ik geef het even door aan de meldkamer, die gaat het opvragen of daar een adres van staat. Dat is verhoord. Oké, dankjewel, meldkamer. Oké, bedankt voor je hulp meneer. Het is zeer bruikbaar in dit onderzoek. Fijn dat ik de nummerplaat kon herinneren. Ga hem alsjeblieft pakken. Jo, komt goed. Nou, sorry, meer kan ik je niet vertellen. Nu we toch hier zijn, ga ik het meteen even laten zien. Kijk eens, de collega hier, die heeft inmiddels ook dezelfde kleur zwart als ik heb. En dat was eerst echt blauw. Het enige wat ik niet heb is die broek. En ik vind hem niet. Kijk, met de politie erop, ik heb dat niet. Maar wat bij mij ook is veranderd, en kijk, dat zie je nu op mijn vest hier. De hel? Ik ben ook wijkagent. Inmiddels staat er een klein wijkagent. Ik heb het Nederlanders aangepast. En via F11 kan ik dat allemaal laten zien. Ik heb iets gesloopt. Ja, dit is niet mooi. Dit is zeker niet mooi. F11. Eentje van de twee moet eigenlijk weggaan. Hebben we nou alles gesloopt? Ja, ik ben me hetzelfde aan het sluiten. Oké, ik laat het wel een andere keer zien. Of een andere keer. Ik laat het dadelijk zien als ik... Dat is verhoord. 1 Lincoln 18 is 10-8. Ja, hier gaat wel alles fout. Maar in ieder geval, dit wordt mijn uniform voor vandaag. En dat is dus het onopvallende. Wel met een politiehesje, maar voorop zie je eigenlijk alleen dit. En dat zie je wel eens bij wegmisbruikers. Dus dat is wel super tof, je kunt gewoon in je auto stappen en je kunt dus toch onopvallend rijden, want ja, dit zal niet zo opvallen. We gaan in ieder geval even naar de locatie van de mogelijke dader, met zijn bullet. Dus wij gaan daar even naartoe rijden. Ik heb de cd onder gesloopt zoals je nu op de kaart ziet. Ik geloof dat ik alleen maar in dit gebied vanaf nu melding ga krijgen, maar dat wil ik natuurlijk niet. Dus ik rijd er even heen. Ondertussen dan, of daarna, starten mijn game even opnieuw op ofzo. En dan laat ik meteen even al die uniformen zien en wat er nou precies veranderd is. Want op het, zo ga je het niet zien. Ik denk als ik niks vertel, dat niemand het door heeft. Maar als je het wel vertelt, dan denk ik, oh ja, shit, inderdaad, joh. Dus, dat. We gaan nu in ieder geval even naar het adresje. En mogelijk iemand arresteren. Ik zie jullie daar zo meteen. En dan zijn we er bijna. Het zal daar ergens links moeten zijn. Eerst even hier oversteken zo meteen en dan gaan we eens een kijkje nemen. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 2, 8, bravo, whisky, tango, nou, die 8, eigenaar wordt sowieso 9, gezocht. Ik weet niet of het er al in staat voor dit incident. In ieder geval. Mogelijk. Zijs. Hallo. Doe maar alsjeblieft een lol en laat je hand even zien. Laat je hand even waar ik ze kan zien. Is dat uw auto daaronder? Ja agent, is alles oké? Nou, kun je me vertellen waar je ongeveer 20 minuten geleden was? Kun je me vertellen waarom jij een klootzak bent? Nou mevrouw, even chillen. Oké, ik wil dat je me vertelt waar je was, anders neem ik je gewoon mee naar het bureau en dan gaan we het daar onderzoeken. Ik was gewoon aan het rondcruisen. Ik was gewoon mijn vrije dag aan het genieten en toen ik klaar was kwam ik terug en daar stond nog iets. Heb je toevallig iemand aangereden toen je daar onderweg was? Wat? Doe niet alsof niks is gebeurd. Je krijgt nu je laatste kans. Heb je iemand aangereden? Kom. Kom hier, joh. Je gaat er niet weggegaan, hè? Zeker niet voor Wim. Dus, even normaal doen. Wait a sec, buddy. Wee, yo, soepel Wim. Is ze dood? Nee. Hold on a sec. Je blijft wel staan. Want ik heb een taser. En die ga ik gebruiken. Ja? Dus je bent aangehouden. Ben niet de ambtenaar verplicht. Je brengt hem advocaat. Tot poging doodslag of zo. En verlaat de plaats ongeval. Ik ga een ene deze kant op laten komen. Je auto wordt in beslag genomen. Goed. Mevrouw. Meegenomen. En dus aangehouden. Ja. Slachtoffer maakt het goed, voertuig in beslag genomen en wij gaan even alles meteen op het bureau wegtikken. Dus ik zie jullie zo meteen op het bureau.
Zo, ik ben terug op de kazerne, wil ik zeggen, maar op het bureau. En ik ga jullie eens laten zien wat er allemaal is veranderd. En nu zul je denken van, nou, motoruniform is in niks veranderd toch? Nee, klopt. Maar de rest wel. Kijk, dit is dan wegmisbruikers voor mij. Hè. Kijk, dat vers dus. Hè. Je had, eerst had je eigenlijk dit voorste niet. Tot daar zaten ook dan die gele strepen daarachter. De broek is dan ja enigszins donkerder. Ik weet niet of ik bij deze ook een donkere broek heb. Moet je nu even opletten. Nou, hier heb ik verkeerde broek nog. Hier wel een goede broek. In ieder geval. Mag wel iets uitzoomen toch? Dat kan dus alleen nu. Oké. Okay. Maar ik lach, ja, die gebruik ik niet zo vaak, want er zit geen steekvest bij, dus vind ik gevaarlijk. En je ziet de koppel lelijk door de jas komen. In ieder geval, steekvest. Is hier iets veranderd? Ja, het is donkerder qua kleur. En ik zal dadelijk bij een andere laten zien hoe je dat nu ziet. Het is allemaal donkerder van kleur. Voor de rest, ja, de broek is natuurlijk dan ook donkerder. Ik heb wat andere schoenen dan voorheen. Die kan ik wel even snel laten zien hoe ik die eerst had. En dat is een minuscuul verschil hoor. Maar kijk, ik had eerst deze schoenen, nu heb ik die schoenen. VP. Het hesje of het vest is in ieder geval anders. Bovenop zitten die zwarte strepen. Ik kan ook wel zien wat het verschil was, want de oude zitten er wel nog gewoon bij hoor. Bij armor. Dit is de oude, dit is de nieuwe. Denk heel veel andersom. In ieder geval, je ziet wel duidelijk het verschil. Ik gebruik in ieder geval. Deze vind ik allemaal te fel. En dat hoort wel bij geel, maar deze vind ik wat mooier. Wat matter vind. Ja, mat noem je dat. Mat zwart een beetje. Bovenop en ja, jullie snappen hopelijk wel. Steekvest kort. Kijk, hier ga je wel duidelijk een verschil zien. Of een verschil zien. Je ziet hier geen verschil, maar wat nou als ik even dit doe en dan ga ik naar undercoat en dan gaan we naar 95, meen ik. Nee, wacht, dit is de verkeerde. Wat ben ik aan het doen? Ik ben niet aan het slippen weer. Oké, okay, koppel is allemaal niet zo belangrijk. Top natuurlijk. Dan gaan we naar 95. Dan moeten we even die kant op gaan en dan moet even die knoppen spammen. Wacht, nog even snel terug. Let op de kleur dus van het t-shirt hè. Deze kleur is zwart. En dat is ook naar het vest eigenlijk. Nou, dan gaan we nu naar 95. Nou, het was dus eerst zo. Of het was eerst zo. Zie je de kleurverschil? Een beetje grijs hè. En nu is het dus echt de zwart. De kleur zwart van het vest. Dus dat is ook wel een verbetering. En ik denk dat de strepen. En de strepen bedoel ik mee, die gele strepen ook wel mooier nu overlopen, zie je? Ze lopen mooier over op het vest. Daarbij heb ik dus nog VP kort, nou allemaal kogelwerend. Ik vind die ook mooier geworden, ik vind die vetter. Ik weet niet of het hetzelfde was, maar ik vind dit wel iets hebben met dat zwart. Zeker kogelwerend kort, het ziet wel echt een beetje badass uit, vind ik. ME hebben niks aangepast, command, nee, noodtool, update, nee. Ja, motorkogelwerend, dat is dus ook hetzelfde. Command motor onopvallen, dat is gewoon deze, lekker simpel. Voa niks, sneeuw hebben jullie dan een tijdje natuurlijk gezien, daar heb ik ook, nou hier heb ik de kleurbroek nu niet veranderd, zie je, hier is het nog de kleurbroek voorheen en de nieuwe kleurbroek is hier kogelwerend en wijkagent, dat is dus ook een kleinigheidje voor hè. Hier zo zie je wijkagent tussen de gele strepen staan. Er nog iets? Nee, in ieder geval daar gaan we dus van kunnen genieten. En er zijn er veel meer dingen zeg maar die anders of nieuw erbij zijn. Dat gebruik je niet zo vaak. Zoals IBT. De rode polen die we kennen. Van het IBT. Die zit er ook in. Maar ja, wat moet ik daar nou mee? Dat kun je dan beter lekker gebruiken in 5M. Om daar een IBT video te maken. Wellicht dat ik dat binnenkort eens kan gaan doen. We gaan nu in ieder geval weer de straat op. De collega's hebben dus precies dezelfde kleur zwart aan als ik heb. Even snel rood mee pakken. Jullie gaan vast nog wel de collega's treffen. Ze stonden nu niet op het bureau. In ieder geval, ze hebben alleen nog de kleur blauw op de patches. En daar ga je dus echt zien wat het verschil was. En dan denk je echt van wat. Waren ze zo blauw, ze waren ook echt blauw, zo blauw is die auto daar. Toen ik echt dacht van, what the fuck is dit, hoe ziet dit uit? Wat rijdt hier voorbij, die rijdt wel erg hard. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18, we've got a code 99. Even snel kijken of hier iets met deze auto is, anders gaan we mee met de collega. Sneller, 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 nee dat melding gaat. Ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken.
Jammer. 4, maar hij 7, rijdt wel 10, lekker door in ieder geval. En hij rijdt... Raar. Misschien onder invloed. Pakt hij een stoeprandje mee? Ja, ik pak ook wel de stoeprandjes mee hier, maar... Ik vind het een raar rijgedrag. Ik kan me eens laten blazen, toch? Het heeft blauw aan voor de mensen duidelijk te maken dat hier een verkeerscontrole een controle is van een voertuig. Hallo. Hey. We rijden met zien van u. Derek, dankjewel. Heb je wel iets gedronken? Ja, je moet hydrated blijven, dus je moet vocht binnenkrijgen natuurlijk. Heeft u wel ook drugs gehad? Nee, oké. Okay. Ik ga wel even laten blazen. Blazen natuurlijk stopsteg. Blazen. Oh maar. Even kijken. Oké. Okay. Speekseltest afnemen. Oké, okay, dat is allemaal negatief. Dat had ik niet verwacht. Goed, dan ga ik jou verder met rust laten. Denk aan je rijgedrag. Ik vond het erg snel. Ik weet niet of je haast hebt. En wens je ondanks... of ondanks, je krijgt niks van me. Dus fijn dag. Alright, off you go. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. We have a traffic alert for an officer homicide. Ja, we gaan even een zware... Of een zware verdachte, is dat een woord? Nee, in ieder geval een verdachte die toch wel gezocht wordt. Achterna zitten. En die wordt namelijk gezocht voor het vermoorden van een politieagent. En die gaat een flinke uitloop op me hebben, want hij moet helemaal daarachter gaan draaien. En hij rijdt dus die kant op en ik moet helemaal deze kant op rijden. En ik ga ook niet op de snelweg draaien, want dat is een beetje gevaarlijk en onlogisch. Dan draai je maar 4. Zien deze recht voor mij. Nog even kenten gecheckt doen. Nou ja, dat is. Shit. Ik ga het volgende kenteken voor u nadrukken. 4, 6, echo, echo, kilo, 5, 6. A traffic violation. Proceed with caution. 1 collega vraagt om uw assistentie. Ik heb 1 erbij gevraagd voor een BTV. Er zitten meerdere personen in het voertuig. En dat vertrouw ik niet helemaal. Uitstappen bij de handen omhoog. Handen omhoog, jij ook. Handen omhoog. Schot los. Vlacht hem het vuurwapen neer. Jij laat dat ding vallen. Op je knieën. Collega denk in de vuurlijnen, ik ga het voertuig in de gaten houden. Vuurlijnen. Niemand in het voertuig. Wapen geborgen. En mijn eigen wapen veilig gesteld. Ik weet dus niet of ik de verdachte nou heb uitgeschakeld of de bijrijder. Ja, ik heb de bijrijder uitgeschakeld, maar was dat de verdachte of gewoon iemand die erbij zat?
Dat is mij dus onbekend. Wel weet je, dus ik ga een takelwagen of een ambulance deze kant op laten komen. Geef hem toch nog een kans. Medical aid requested in El Barro Heights. Units reporting a civilian shot. An ambulance requested. Van het ziekenhuis. Rijdt alsjeblieft prio 1. Ambulance is er inmiddels hoor. Ik was maar even gaan appen, want ja, die was 1,5 kilometer verder. En ik heb natuurlijk een stukje eruit geknipt. Hij is dood. Ik dacht er komt die Vito, die neemt hem wel mee, maar die hebben we ook niet meegenomen. Ik ga mijn grafenisondernemer vragen voor onze overleden verdachte. Dat is verhoord. Nou, dat was hem denk ik. Niet de video hoor, maar deze melding. We gaan lekker verder. Hier is in ieder geval natuurlijk wel een hele gave screenshot. Hè? Daar moeten we altijd even aan denken. Dat is even via F1. Rockstar Editor. F1. Zo, die is wel opgeslagen. Nou, nu kunnen jullie zien januari 1, 2019. Dus het is eigenlijk pas de eerste video dat ik in 2019 opneem. Wat dus ook wil zeggen dat ik nu kan bevestigen dat ik al mijn vingers terug heb. Ik was niet van plan om mijn vinger te verliezen hoor, maar we gaan lekker door. En we gaan eens kijken of hier nog wat spannendste beleven is. En dat is een achtervolging. Die gaat mij hier, denk ik, hier treffen. Dus wij gaan snel naar links. Of roden. Gaan we parallel met hem rijden. Hij is alleen wat sneller. Oeh, hij is heel snel. Ik tref hem. Hier zo. Wat is dat, een Audi? Ja, we hebben weer een Audi te pakken, maar we zitten er zelf met een Audi achteraan. Dus een Audi RS6 in achtervolging van een Audi RS7. Of iets anders. S5 kan ook hoor. Of S7. Ik weet allemaal niet wat ik in mijn game heb staan. Ik ga in ieder geval hard. En hij heeft 4 uitlaten, dat weet ik wel. Altijd wel dik. Als ze echt zijn. Ik wil hem eigenlijk proberen te stoppen voordat de snelweg opging. En dat lukt misschien ook nog wel. Nee, nee, auto blijft staan, blijf staan. Uitstappen. Handen omhoog. Nou, dat is vrouw. Lekker gereden pik. Mans, vrouw, pik vrouw. Ik ben aangehouden. U zeg ik wel, het is vrouw. Even een S5 was. You ain't never getting out of prison. Nou, daar wagen ze deze kant op. Voor een S5'je. Sporteenheid is bij haar en meegenomen. Hier is file of een ongeval. Hier is een kleine aanrijding gebeurd. Nee, alles gaat weer rijden. Oké. Oh, daar rijdt een spookrijder hier, joh. Zo, aanrijding. En ook nog een gestolen auto waarschijnlijk. Uitstappen, kom. Heeft dit te betekenen, spookrijder op de snelweg? Ik ben aangehouden, we gaan hier zo snel mogelijk weg. Denk ik diefstal voertuig ook nog erbij. We gaan met spoedig takelwagen ook deze kant op hebben. Staat hier alleen, misschien kan ik die lenen. Ik ben onderweg. Dat is gehoord.
Ventof staan. Zodat in ieder geval iets gaat rijden hopelijk. Eén baan gaat rijden. Dat de takelwagen misschien door kan rijden. Even blauw uitzetten. Kijken wat het verkeer daarop reageert. Dat ze om mij heen gaan. Zo, aanrijd ik hier zo. Ik ga jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Hou hem chill, hou hem rustig. Misschien dat de vakantie wel bijna gedaan is. Ik weet het eigenlijk niet dat ik deze video upload. Denk het eigenlijk wel helaas. Geniet nog van of je vrije dagen of geniet van school. Sorry. Doei!